Voor een uitgebreide controle van uw ogen hoeft u niet meteen naar een oogarts toe. Dit onderzoek wordt ook uitgevoerd door een optometrist. Dat is een specialist op het gebied van de gezondheid van het oog. Gaan we kijken. Een optometrist kijkt naar de pluis- en niet-pluiscompetitie van het oog. Ze komen bij mij eigenlijk als er wat afwijkingen worden geconstateerd door opticien. En dan ietsjes naar links kijken. Zo kijkt u goed. Met behulp van een OCT-scan van uw ogen kan de optometrist de verschillende lagen van het netvlies, de gele vlek en de oogzenuw zeer nauwkeurig in beeld brengen en onderzoeken. Dit is de oogzenuw. Dit is de achterkant van het netvlies. Het gaat om dit gedeelte. Het heeft met oogdruk te maken. Hij is zo in staat om eventuele aandoeningen al in een vroeg stadium vast te stellen. Snelle diagnose. We hebben een OCT-scan. De apparatuur om heel snel de lengte van het oog te meten. Allerlei mogelijkheden om snel diagnose te stellen en wel of niet door te verwijzen. Indien nodig kan de optometrist u via uw huisarts doorverwijzen naar een oogarts. Een afspraak met onze optometrist is zo gemaakt. Alleen bij brillenhoes.